En na de tweede lancering zien we hier een dubbel dive loop. Gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, ook proficiat. Muziek. Welkom in Plopsaland. Nee, Samson, Plopsaland. Mogertje, dat bedoel ik zo. In Plopsaland. Hallo allemaal en welkom terug bij Recurs. Vandaag zijn we hier in Plopsaland de Pannen. Ik sta hier op een heel speciaal moment, of een heel speciale plaats. Achter mij zien we de Ride to Happiness van Tomorrowland. Die opent deze zomer, 1 juli. Dus dan komen we zeker terug. Maar vandaag gaan we vooral genieten van Anubis Ride, Heidi en nog vele anderen. Tot zo dadelijk. Thank you.
Zo, en hier zien we de reus van het oude Meliepark. De reus is dus terug. Het artikel kan je ook op mijn website lezen, dus linkje in de beschrijving, absoluut. En hier zien we een vernieuwde attractie van de buurtpolitie, van de gelijknamige tv-serie VTM. Eerst was dit van de K3 en nu is dit van de buurtpolitie. Die je dagelijks kan bekijken op VTM, net voor het VTM-journaal. En hier zien we het nieuwe Plopsa Hotel. Fantastisch hoe het eruit ziet. En het is nu eigenlijk één grote wand. Alles is dichtgemaakt. Fantastisch Plopsa. Ik wil er zeker eens komen slapen. Maar ja, dat moeten we eens bekijken. Veel te klein om mee te varen met een dikke schuit. Maar ze
En hier zien we de bouwwerf van The Ride to Happiness. De baan is volledig klaar, absoluut. Er zijn wel enkele testritten geweest. En ja, dit wordt eigenlijk dan het plein richting, of ja, het pad richting het grote plein. Er komt een horecapunt, een winkeltje van Tomorrowland. Maar dat is voor achter enkele maanden. Zo, en hier zien we het station van de nieuwe achtbaan die binnenkort opent in de zomer. The Ride to Happiness by Tomorrowland. Een achtbaan met een heel vreemd station op dit moment. Ik weet niet hoe ver dit moet gaan aankleden, maar het is echt een fantastische baan. Zo, even uitleggen hoe de baan zal gaan. Dus na het verlaten van het station kom je in een soort yo-yo-rol terecht. Dan heb je deze lancering, ga je helemaal af. Dan kom je in dit hoge punt terecht en wie goed kijkt ziet dat de baan een klein beetje zakt in die bocht. Daarna komt een dikke drop, daarna een bananarol, een looping, dat staat hier achter de boom allemaal. Dan maak je nog een soort van kurkentrekker, je komt terug en hier zien we een tweede lancering die naar deze dive loop, dubbel dive loop gaat. Absoluut spectaculair, hier een Plopsaland te vallen. En na de tweede lancering zien we hier een dubbel dive loop. Een zeer spectaculair moment, denk ik. Zo, en dit was hier ons dagje hier in Plopsaland de Pannen. Een fantastisch park en ja, we komen zeker terug als de Ride to Happiness open is.